Zelfverheffing was de bron van alle kwaad. Nederigheid, de moeder van het goede. Een uitspraak van een moederoverste bij een kostschool voor meisjes uit het boek Veel vrouwen af en toe een man van Christine Hemmerichs. Christine Hemmerichs die kan als geen ander de benauwdheid van gesloten gemeenschappen omschrijven en ook waarom je je daaruit moet bevrijden. Maar Christine Hemmerichs schrijft ook over moeilijke thema's, over misbruik, over seks, over vrouwenlevens van toen en nu. Wat mij geïnspireerd heeft uit dit boek is om je te bevrijden uit knellende verbanden en altijd je eigen keuzes te maken.